Hallo, mijn naam is Lieve Vis, ik werk voor Erfgoed Zeelbrugge. En in kader van 500 jaar Vlissingen hebben wij besloten om opnieuw een krulbalbaan aan te leggen. Omdat wij al van een aantal mensen gehoord hebben dat het krulbollen wel heel leuk is, maar dat is niet altijd goed te weten hoe dat ze er moeten aan beginnen, hebben we besloten om deze heel korte vlog te gaan opnemen en jullie even een aantal tips en tricks mee te geven. Krulbollen doen we met krulbollen. Dat zijn deze dingen. Dat zijn eigenlijk een soort van platte kazen. Speciale aan een krulbol is dat hij krult doordat de kant niet evenwijdig recht is. Dat betekent dus dat je een kant hebt dat een beetje afgeplat is en een kant die boller is. Hoe herken je dat? Wel, heel simpel. Twee kanten. Namelijk een kant met fijne ribbeltjes en een kant met minder fijne ribbeltjes, eigenlijk een soort van knopsgat. Deze kant, deze met de fijne ribbels, is de kant die eigenlijk afhelt. Dus dat betekent, wanneer je mij straks zal zien spelen, dat dat die kant is die maakt dat de bol krult naar de staak. Spelen doen we eigenlijk van staak tot staak. En het is belangrijk, wanneer je je bal rolt, dat je voeten juist staan op de plaats waar ze mogen staan. En dat is eigenlijk tot net aan de staak. Dus dat betekent eigenlijk dat je er niet voorbij mag komen. Je mag hem op de lijn zetten. Je mag ook hier staan. Je mag ook langs de andere kant gaan staan. De techniek voor het krulbollen is eigenlijk vrij simpel. Dat betekent dus dat we met de bol niet gaan smijten, maar we gaan rollen. En we gaan rollen doordat we door onze knieën gaan. Dus tot bijna tegen de grond. En dan ga je je bol rollen. Je gaat hem niet smijten, maar je gaat hem gewoon rollen. Dus uit de handen laten gaan. De volgende stap is, hoe laten we nu die bol krullen? Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om, krulbollen. Dat heeft te maken met hetgeen wat ik daarpas gezegd heb, namelijk dat er krek op de bal zit. Dus dat de ene kant platter is dan de andere kant. Wanneer we hier nu naast de staak staan, we zetten onze voet waar dat nu staat, en we willen de bal naar rechts laten krullen, dan gaan we moeten maken dat de kant die afgeplat is, niet naar rechts gaat, maar naar links gaat. Dat betekent eigenlijk dat die kant met de fijne ribbels naar de linkerkant zal moeten gaan wijzen. Ik ga eventjes voortonen wat er dan gebeurt. We gaan door. We willen eigenlijk die richting maken. En de bal krult naar de linkerkant. Dat betekent eigenlijk dat de kant met de trek is de kant met de kleine ribbeltjes, als het ware, heeft ietsje minder trek. Dus dat betekent dat hij ietsje minder afgeplat is. Dus zal hij ook ietsje minder krullen. Als je hem nu in plaats van naar de linkerkant omdraait, dat betekent ook dat de bal anders zal gaan krullen. Eventjes voortonen. En hij krult klein beetje naar de rechterkant. Wanneer nu in het geval, zoals dat je daar nu ziet, de bol inderdaad tegen de staak staat, dan is er een mogelijkheid, net zoals dat je bij betanken hebt, dat je de bol moet wegkaatsen. Wij noemen dat schieten. Dat betekent ook dat je een andere techniek moet gebruiken, waar je ook door je knieën moet gaan, maar waarbij je veel meer kracht moet zetten. Het is de bedoeling eigenlijk om de andere bol weg te schieten, zodat jij dichter bij de staak komt te liggen. Er zijn daar twee mogelijke manieren voor. De ene manier is eigenlijk zoals dat je rolt. Maar wanneer dat je rolt, ga je in plaats van zachter rollen uiteraard meer kracht geven aan je bol. Ik zal het direct tonen. Een andere manier die misschien gemakkelijker is, is dat je de bol ook nog een keer vasthoudt. Dus dat je letterlijk in plaats van met één hand rollen, met twee handen rolt en zo probeert weg te schieten. Dat zijn twee mogelijke manieren. Maar hetgeen wat dat werkt, is natuurlijk veel kracht zetten en proberen eigenlijk ook te gaan mikken. Hier is het krul-effect minder en de reden daarvoor is dat je veel harder rolt. Hoe harder je rolt, hoe minder dat de bal van zijn baan zal afwijken. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je daardoor de kans hebt om de ander weg te gaan kegelen. Ik zal het nu proberen, ik kan niet garanderen dat het ook zal lukken.
dit was mijn demonstratie Krubbel voor jullie. Ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben en misschien zien we elkaar wel nog een keer op de Krubbelbaan hier in Vlissingen. Dus succes!